denk jij? Ik weet hoe wij scheet ruiken. Als u wordt ontvoerd, staat het op de camera. Hoi allemaal. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ruby, wat denk jij? Ruby en ik zijn thuis. Ik heb school. En ik ben een beetje verkouden en keelpijn. En ik zie er niet uit. Ruby, mijn hoofd. Ik heb hoofdpijn. Ja, ik word zo gek. Ja, snap ik. En ik ben aan het editen. De luchtballonvaart, dat was gisteren. Een gaststuk komt die gewoon. Hoe ga je die luchtballon in staan? Ja. En Ruby en ik, die ja, ik ben een beetje heet en alles. En we hebben zin in sushi. Maar ik wil eigenlijk niet. Oh, dat was ik heel lelijk. Wat wil je zo? Ik wil niet op beeld eigenlijk nu. Want ik voel me echt heel lelijk. En... Heb je dit hoofd gezien? Ja. Oké, dat is het. Nee. Dat is mijn hoofd, dat is ook ziek. Ja, goed dan. Wat gaan we nu doen? Gaan we nu sushi bestellen? Of... Ah! Ik ga er nog de filter overheen blurren. Oké, nee, ik ben echt moe eigenlijk. Je rijdt wel gewoon in het kleine terug. Oké. We hebben een bellen, mama. Oh, jij bent ook lelijk. Hi. Mama, ik heb een beetje stress in mijn hoofd. Doe geen sushi. Ruby heeft een beetje veel aan school. Ja. Papa. Wil je weten hoe mijn scheet ruikt? Hij ruikt naar bloemkool. Buiten, zij komt gelijk mijn neus in. Het is zo, ik ga daar uitleggen, want daar gaat letten niet aan me zo. Oké, dat begrijp ik helemaal. Oké, focus. Focus. En go. Ja. En neus in de boeken. Hup. Tigo is inmiddels ook eruit hier. Ja! Laat ook witte verf in je haar. Ja, ik. Eeuw. Niet op de grond gooien. Auw. Stoot van mijn hartstikke. Oh, zoenen. Oh, jullie stoppen gewoon. Ja. Mag je weg? Ja. Oh my god, het lukt niet. Wat is er dan? Oh mijn god. Bijna landde de ballon op het fietspad midden in een woonwijk. Maar gelukkig met de hulp van heel wat buurtbewoners kon de ballon verplaatst worden naar een plek waar hij wel. Boom, logistic force. Kia, wat denk jij nou met deze kat? Oh, Twiggy. Die komt van haar. Oh, Twiggy, ik snap wel dat je het heel vervelend vindt, meisje. Oh, poes. Oh, kijk die pootjes. Ze blijft ook echt liggen, zo van nou. Hè? Oh, die komt. Oh, Twiggy toch. Je blijft ook echt zo lief liggen, hè, meisje. Ja, dat vind je niet zo nee. Leuk. Oh, kijk uit. Hey, Kia, laat hem los. Laat hem los. Ja, dat vindt zij bij jou ook, maar niet laat zo. Laat los. Nee, want dan gaat ze in mijn gezicht. Oh, ook echt hoe ze ervan afgaat. Dit wil Kia niet. Ja, ik heb... Nee, maar dat gezicht ook, ze is helemaal niet lekker. Oh, ik heb nog steeds. Hallo. Hoi. Hi.
Hè? Ga je lekker vloggen? Ja. Mag je dat even? Oh, ben je niet bezig? Nee. Lekker pauze. Wat is er mis? Niks? Helemaal niks. Word je een beetje ongemakkelijk van? Ik weet het wel. Hè? Ja? En jullie? Helemaal mooi. Van onder en onder. Het is vandaag donderdag en ik ben vandaag thuis. Ik heb eigenlijk vandaag stage en ik loop stage bij management. Dus bij Thomas, mijn manager. Maar hij is dus nog ziek en het gaat nog niet heel goed met hem, want hij heeft een gebroken rughernia. Het is allemaal echt super sneu voor hem. Dus ik kan nog niet naar zijn kantoor toe. Dus vandaag blijf ik een dagje thuis. Dus ik ga natuurlijk editen. Ik ga ook nog huis maken. En ik ga ook nog even met Thomas FaceTime. Maar nu ga ik even mijn lunch klaarmaken. Yes, take a look. And now we go into roer it. Oké, jongens, ik ben blauw. Ik heb eindelijk vandaag weer dansles / performance les van mijn zus. Dat hebben we echt driekwart jaar gewoon... Nee, grapje. Jawel, echt iets van driekwart jaar niet meer gedaan. Dus we gaan het eindelijk weer doen. Dus ik heb er heel veel zin in. Ruby geeft nu nog dansles aan haar eigen echte dansgroep. Maar zometeen daarna gaat ze mij performance les geven. Dus... Oké, jongens, we gaan. Oké. Eerst mijn fiets uit de schuur zien te krijgen. De schuur is een beetje rommelig, maar daar is een schuur toch voor. Oké, let's go. Wajo jongens, het is ineens kapot koud. En ik heb al een trui aan, maar ik heb echt kippenvel. Oh. Maar, Oh, bijna botsing. Ja, stop mijn vrouw. Hi. Oké, dan niet. Ik ben er bijna. Ik moet nog een klein stukje lopen. 1 minuut. Grapje. Ja, ik wel 1 minuut. Ze is nog bezig met de andere les. Dus misschien kan ik daarvan nog iets zien. Is dat wel leuk? Zo, ik ben hier in de dansschool. En Ruby heeft net les gegeven. Ja, ik ben helemaal bezweet. Het is hier zo warm. En Ruby heeft hier net gewoon gedanst met haar groep en zo. Ja. Oh, ze zit helemaal. Oh. En nu gaan wij hier lekker dansen. Hier komen een paar beelden. Op! 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 Oké, Ruby en ik hebben net gedanst. Moet je nog even vegen, meid? Nou, we hebben net gedanst en we hebben ons echt rot gesweet. Het is zo warm. Echt, het loopt echt gewoon, even kijken hier, licht. Er zit gewoon echt druppel op mijn neus hier. Zie je? Oh mijn god, het is zo warm. Maar het was echt weer echt een leuke les. Ja, echt. Oh, ik had jeuk.
Nou, Rudy is nog even de vloer aan het vegen. En dan gaan we weer naar huis. Zit het eerste lesje er weer op. En volgende week donderdag gaan we weer. Yes, joe. Echt voor het eerst dat ik zin heb om te fietsen. Gewoon lekker die wind in mijn gezicht, joh. Maar, holy shit. Ik ga naar Tycho. Ja, en ik ga naar huis. Oké, doei. Doei. Wow, wow, wow. We zijn donker. Ja. Yeah. Nou, Roep. Veel plezier bij Tycho. Doei. Ja. Doei. Jongens, als ik word ontvoerd, staat het op de camera. Mensen gingen naar me toe te rennen. Oh, ik ben net rood, man. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Zo ja, thumbs up. Je weet het. Tot de volgende video.